vrienden ook gekeken naar die film. De beentjes van Sint Hildegard. Ja, die leuke film van Herman Finkes. Ja, hebben jullie waarschijnlijk ook wel gezien. En ja, die film, die heeft eigenlijk is een hele leuke film, maar hij heeft ook een boodschap. Hij heeft een boodschap. Ja, kijk, wij mannen, wij zijn al gewend aan elke dag dat wij, zeg maar, een commentator in huis hebben. He? Zo'n vrouw die altijd maar eventjes... Die vrouwen, die voelen zich dan de Frank Snoeks in het leven, weet je wel. En die gaan constant maar vertellen... Weet je wel, die. Maar daar ging deze film niet over. Nee, deze film ging eigenlijk over die hele dunne lijn. Die hele dunne lijn van zorgzaamheid en bemoeien. Oh, en die begrippen, die liggen zo verschrikkelijk dicht bij elkaar. En vrouwen, die verwarren ze soms. Die zorgzaamheid en het bemoeien. En die gooien ze dan door elkaar. Nou, en sommige vrouwen, dat is dan ook verschrikkelijk, vrienden. Ja, en ze weten het zelf vaak niet eens, hè. Nee, want het zijn dan van die goed bedoelde adviezen die ze dan geven. Ja, en dan kan zorgzaamheid kan dan doorslaan in je nek zitten. Dan heb je dat de hele dag. Je moet dit doen, je moet dat doen. Vergeet zus niet, neem dat mee. Trek dit aan, doe. Nee, die. Dat bedoel ik. Ja, daar gaat de beentjes over. En mannen, die worden daar de knettergek van natuurlijk. En vrouwen, die gaan zich dan onmiddellijk verdedigen. Ja, van ja, maar het lijkt ook wel alsof ik een kind in huis heb. Dan krijg je die in je hoofd. Of van, ik ben je moeder niet. Oh, die krijg je ook vaak, ja. En zo willen ze het dan goed praten. Maar vrienden, daar zitten wij mannen toch niet op te wachten. Op al die aanwijzingen. Wij willen toch niet de hele dag worden aangestuurd. Nee toch, daar worden we horendol van. En ik heb het er met Jut, ja. Met Jut heb ik het er ook wel eens over. En dan doet ze hem ook, weet je wel. Van, doe zus, doe zo, doe dit, doe dat. En dan zeg ik, je gaat toch niet de beentjes doen, hè? Nou dan heb je de pop aan het dansen. Ja, dan is het feest hier in huis hoor. Ja, want dan begint het hè. En dan een enorme discussie, heel heftig. En dan zeg je, ja maar ik zeg dit soort dingen alleen maar om je te helpen. Ja, en ik wil gewoon goed voor je zorgen. En ik doe het alleen maar omdat ik van je hou. Ja, en wij mannen, ja, wij geloven dat ook wel. Dat is ook zo. Maar we hebben toch een enorm groot verzoek. Twee verzoeken eigenlijk. Eén, geef ons de ruimte. Dat is hem. Ja. En twee, doe niet de beentjes.